kind was, kwam we ook veel varen naar Nieuw-Amsterdam. En die reed dan met een bootsman. Kijk, ja. Wow! Wow! Wow. Ah. Kijk, oh! Kon ik me herinneren dat als kind dat die bootsmannen, want toen ging je toch met de boot over van Leeuwarden, dat ze zeiden dat het dolfijnen waren. Ik kon me herinneren dat klonk als een fabeltje, toch? Dat komt hier niet voor. Ik wist niet dat er dolfijnen waren in Suriname. Ik heb nooit gezien hier in Suriname. Ik wist niet dat je die grijze zou zien, het was zo echt. Dolfijn is hier. Susano man taki. Volgens mij kon hij moro van libisman. Hij kon dansen, hij kon moto, hij jumpen, hij prina watra. Adena natir, dit is een quickie wang. Daar doe dat ik bad, dat is abung verstang. Onderzoek naar dolfijnen in het wild in Suriname. Zoutgehalte 1012 en een half. Wat we doen is, we nemen dus foto's, we collecteren andere data zoals zoutgehalte, de rivierstaat, de golfslag, of er regen is of zon. We kijken dus eigenlijk naar al die gegevens om te zien of die een relatie hebben tot het voorkomen van die dolfijnen. Zo is ons idee altijd geweest dat dit een meerjarig programma is. Daarom zijn we ook al 5 jaar bezig. Dus die metingen die we doen op de vaste meetpunten, die doen we ook altijd wanneer we dolfijnen zien. Om te zien of er een relatie is. Het dolfijnenprogramma is eigenlijk gewoon begonnen als een gezellige trip met een stel vrienden naar het strand. En dus eigenlijk op dat moment, toen we begonnen, wilden we er eigenlijk niet eens echt wat mee bereiken. Maar elke keer dat we gingen, zagen we dolfijnen. Een heleboel van mijn vrienden komen uit de natuurbeschermingswereld. En die zeiden me van, niemand heeft ooit nog wat opgeschreven. Waarom schrijf je niet wat op? Doordat wij dit doen, wordt er steeds meer bekend over de dolfijnen. En je krijgt dat tour operators, die niet de mensen die eigenlijk niet zo vroeg 's ochtends willen opstaan, accommoderen op andere tijden van de dag. Pomona bende fosi wang fayera amoy neng pomona da bende wang pomona werkle. Masaya si jano ano de pomona moro ano girls pomona moro. Fosi mi beoro ko fisi uro ko jaso. Di mi kon tang jaso bende moya bende strand jaso. Winkri bende football field bende rekrasi sal bende alasan bende school boot update bende jaso. Ma tijdens Benelands oorlog dan asan ben kon moeilijk. Jaso mi oso bende, jaso mi ching gebore, 3 ching fumi gebore jaso. 2 boy, 1 meisje. Maar eindstand mi no bema moro, mi abif ser alasan furo isi fu jaso.
investigación del delfín de Guayana está todavía en una fase inicial. En colaboración con los investigadores en Costa Rica y Brasil, esperamos saber más sobre este animal. Los voluntarios del programa Delfín no solamente se ocupan de las condiciones del clima y del agua, sino también del comportamiento y de la colecta de datos. El delfín de Guayana se ve desde Nicaragua hasta el sur de Brasil. Vive en aguas salobres, en diferentes desembocaduras y tiene un territorio estable. Hay aproximadamente 125 delfines que viven en la desembocadura del río Surinam, un área de 35 kilómetros cuadrados. Ze zijn echt gewoon overal. Ze zitten echt middenin. Wow! Ze maken echt show. We zien dat die dolfijnen zijn heel bijzonder. Langzaam maar zeker zijn we gaan nadenken van misschien moeten we proberen om die dieren te beschermen. Hoeveel? In elk geval meer dan 10. Ja, meer dan 15? Kan ik niet zeker zeggen. 3, plus 3, 6, 7, 8. En spijhoppen straks. Wow, dat is een leap, partial leap. Iedereen kan een vrijwilliger worden. Je krijgt een camera in je hand. Je krijgt equipment in de hand. Er wordt je uitgelegd hoe je dat moet gebruiken. Jij zelf doet het onderzoek. Ik ben een keer gewoon meegegaan met Monique en de groep. En ik dacht meteen van, hé, dit is wel iets heel leuks om een bijdrage aan te doen. Het is natuurlijk leuk om foto's te maken van springende dolfijnen en wanneer ze in actie zijn. Maar voor het programma gaat het eigenlijk toch meer om andersoortige foto's. Onder andere de vin is heel belangrijk om te fotograferen. Zie je die vin? Zie je, dat is nou, dat is een dier wat heel makkelijk geïdentificeerd gaat kunnen worden. Hè? Gosh, it's so pink, isn't it? And again, that blowhole is so far forward compared to other dolphins that I've seen. Yeah. Oh yeah, that's perfect. Yeah. Wow. Nice photograph. See these teeth marks? If you see lots of teeth marks, it's an indication that you have an older animal. See, this is a clear fin. Yeah, it's, although there's not much in that fin to recognize, no. Mm. Oh my goodness, look at that. Wow. That's, looks like an old dolphin. Yeah, very old dolphin. Yeah. This is like a tag. This animal is perfectly marked in the sense that it has a really nice little piece of the cartilaginous trailing edge sticking out, and then another scar along the side that would help you further identify it. But if you have, you know, several photos of this animal, you'll be able to have a really good idea of, you know, who this animal is. Boy, you can see what other animals he was traveling with. Then you can look on other days in that season and see if he or she was there. Then you can start to look at previous years. If, you know, then you can do matches. Mm-hmm. You might have a number as a record, but it's great if you can have distinctive names. Yeah, distinctive names. I mean, they do it in many areas. It helps you remember them, and you can recognize them a lot better. You know, you'll say, oh, there's... there's Sarah. Know. Yeah, there's Sarah. Yeah, there's Lucmila, you know. Guyana dolphin is no doubt an intelligent animal, very much able to adapt to its environment, the special conditions that you have here in the Suriname River. You know, that, I mean, that's a special talent that they have, to be able to deal with the mud situation, the high tides. You know, they're oceanic dolphins that would come in here and would be completely lost.
Voorzitter, ik ben gewoon in de bus, alles aan mijn zin, kiri. Maar ik ben altijd bij barmi. En dan heb ik de beest naar patu. De beest naar de actie, jan zei de kiri. Maar de missie die want to lazy, dan go horga do kerkina, zo dat pandit refetai gim tak. You do this, you do that, better not do it more. Dat is you, Libi, a frander. A pandit gim tak, if you no kiri, dat is Libi, moros, with you want. Ano bon fuk ikir wan sani dat is young. Vanaf me no do it more, dat missie tak, me Libi, moro boom. Ano tak me Libi boom, tak, yakis money of sang, ma, ahason taite kong moro lekti nunu. Fosi mi ben miskin be hebi mano no me ko morole ti. Mi si furu frandring in Europa. In ali bi fu serefi mi si ta furu frandring. Pe mi no be kan bai wan sleper serefi mi kan bai wan wangi fa Europa dis. Tra yari mi wan bo mi oso serefi fa Europa fa turista Europa. Abboto sami abinono na misref bawa boto. A krong-krong ching sama ai 2 euro. Mi bai ete tu boto no. Des na so mi uroko uroko mek muiti nono a son srefi fumi a tuida son fumi e fara na ngami mei. Me mek muiti gi mi ching na ngami frau. We have many more questions than answers with dolphins. I think they intrigue us, you know, they make us think, well, what is in that brain, you know, what are they using it for? In any case, didn't die of being strangled in a net. No, I don't see any net marks. No. So there's a lot of marks. Yeah, and from the color of the belly, yeah. We know it's not a young animal. No, it's a mature. And also animal, when I look sure. at the size of the head with the skulls we have, yeah. It's probably older animal. The most valuable thing that you can find out will be the stomach contents, because we don't know what they eat around here. And, okay. And that would be really, really valuable. That is actually the information that Monique is trying to get as much knowledge from, okay, how healthy was this animal, if possibly, why did it die, was it old age? This is the only dead dolphin that you have encountered the past few years? No. But they were so smelly that we didn't want to bring them in. This one was like fresh. It had apparently just died. He was in very good condition. And we had some fishermen who were willing to put it on ice for us. And so the next morning we called Dr. Alboter and we brought it in. And it's been in the freezer for? For a year. 1 year. Almost, yeah. I think a year now. From what we've learned from 30 or 40 years now, 35, 40 years of studying dolphins, we can see that they are highly social. They're amazing acoustic animals. They use their sounds in very, very clever ways. They can tell the sizes of objects, you know, to a thousandth of an inch or millimeter between two different objects. They can communicate with each other over huge distances. You know, depending on the species of dolphins, sometimes 10, 20, 30 kilometers away. But mostly we have questions. The Luku dolphin. Elizabeth asked me if one dolphin no fast no one net. Me tak me no dinky. On tabe sumu. No di ako po pagkada misya anet din na niki fin. Misya anet eh sorry ya. Misya tiya. Fast na yung niki ya. And misya mama eh pina in anet. May fruity. Falak fruity. Sari. Adidat mi ay ben lo matra. I can see jaso taka dolphin nere geri and the hunami anus. And aladentra dolphin ben lunta hair boto hair illamal.
boom food. No ma bello on to hila mal. And at pistendi mi lusa dolphin gue. A dolphin no bewang gue moro. Mar amus fu ben gue wan den trawa bewakten siya boto. Wauw, wat mooi hoor, ze zo eroverheen volgen. Ja! Ja! Oh, oh. Furu ontiman furu visman konkenki. Kijk, kijk. Omdat zakop sadape nono toerista de mij tja toerista. Zie je? Oh, een beetje een uitstoot. Voor ze pede man betang tu drinet in na swampu. Nou, dat mij Serbië Aladina os. Ja, daar. Ja. Asem onti saya go onti yo go kira dia. Efifen tu bakra, cereng go luka dia dabe. Tak kan film dia. Da ano tu bakra yo feni. At tu bakra da tau go taigi trawan ta kai gonang asuma ma amau surwan dia dabe libi wana busi. At trawan go cer tingkong. Na persis yo yo kan frater ma efikira base da ina next moro. Oh, ini links. Mag je ze voeren? Nee, we voeren ze echt niet. Waarom? Het zijn wilde dieren en we komen ze nu bekijken. En soms hebben ze wel zin om te komen en soms niet. Dus je wil ze niet voeren, want op die manier ga je ze afhankelijk maken. Want dan komen ze alleen maar om het eten. Maar er is hier ook genoeg eten in de rivier. En daarom mag je bijvoorbeeld ook niet met ze zwemmen. Want je wil ze gewoon laten waar zij zijn. Vervuiling kan er natuurlijk voor zorgen dat we een minder productief estuarium krijgen. Minder vissen, minder garnalen. Met andere woorden, de voedselbron voor andere dieren verdwijnt. Minder vogels, minder dolfijnen. Want voor het toerist de DVD, ik kom morgen voor morgen voor morgen voor. Dat is efficiënt. Plastic naar haar allemaal aan elkaar de man boemzaan ik het toerist. Maar als je kondreert in een toerist, dan je kondreert moet veranderen direct. We moeten wel zorgen dat we geen last worden voor de dolfijnen. Dus we zijn bezig geweest met het opstellen van richtlijnen. En we hebben een mooie brochure uitgegeven. En we zullen ook de tour operators, de bootsmannen en de vissers gaan trainen. In samenwerking eigenlijk ook met de bootsmensen van hier, met Warung Marta, hebben we een mooie plek gevonden voor een bord waarin we eigenlijk vertellen hoe mooi onze riviermonding is en waarin we de mensen ook aansporen om een beetje, hoe zou ik zeggen, voorzichtig om te gaan met al dat moois, toch Moen? Ja. Ja.